Mahango. Na de presentatie van minister Erwin Mahango kregen we dan een toespraak van de minister van Openbare Werken, Dr. Riyad Nur Mohamed. Mag ik nu uitnodigen minister Erwin Mahango voor zijn presentatie? Alsjeblieft. Ja, dank u wel, MCI. Ook van mijn kant een van harte goedemorgen aan u allen. De naam is Erwin Mohango en ik ben beleidsadviseur op het ministerie van OE. Er is een presentatie voorbereid, bestaande uit 5 onderwerpen. En daarvan zal ik de eerste 4 met u doornemen. Het eerste betreft de rechtszaak in het kader van de sloop van het politiebureau aan de Gemeenelandsweg. Er is op 24 augustus 2023 een persconferentie belegd door het ministerie. En daarbij heeft de minister een aantal uitspraken gedaan waarbij de aanspanners van het kortgeding van mening zijn dat die hun goede eer, integriteit, goede naam en reputatie hebben aangetast. De rechter heeft al de overwegingen in acht genomen, beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat de minister geen uitspraken heeft gedaan die onrechtmatig zijn, dan wel nadelig zijn uitgepakt voor de aanspanners van het kortgeding. Deze uitspraak is gedaan op 28 december 2023. Met betrekking tot de bouw van een vergadercomplex ten behoeve van de Nationale Assemblée is er ook een rechtszaak geweest. Daarbij heeft de aanspanner van het kortgeding gemeend dat er onrechtmatig is gehandeld jegens hem. Er waren al reeds vergaande onderhandelingen en administratieve voorbereidingen om het contract te tekenen. Doch is het werk gegund aan een andere inschrijver. Ook hier heeft de rechter alle omstandigheden mede in onderling verband bezien en komt tot de conclusie dat de vordering wordt afgewezen. Evenwel is er ook een vordering tot schadevergoeding ingediend, doch heeft de rechter daar besloten dat het kortgeding geen ruimte biedt om daarover een uitspraak te doen. Het volgende onderwerp betreft de kwestie van de verwaarloze percelen, gebouwen en onverdeelde boedels. Hier heeft het ministerie een samenwerkingsconvenant getekend met de Belastingdienst op 14 februari 2024. U weet dat de wettelijke regelingen de basis biedt aan de overheid om kosten die gemaakt zijn, die te verhalen via de ontvanger der belastingen. Deze kwestie is al eerder, denk ruim een jaar terug, aangepakt door het ministerie in de vorm van een pilotproject waarbij ongeveer 100 tot 300 percelen die verwaarloosd waren, gebouwen, in kaart zijn gebracht en middels publicatie de eigenaren zijn opgeroepen om hun percelen op te schonen. In veel gevallen is het gelukt, in andere gevallen waren de eigenaren niet te bereiken of niet bereid. Het ministerie is dus nagegaan welke andere mogelijkheden er zijn en vandaar dat die samenwerking met de Belastingdienst is aangegaan. De bedoeling is dat daar waar er een direct gevaar bestaat voor omwonenden, in geval van bouwvallige gebouwen, verwaarloze percelen en vooral de onverdeelde boedels, dat daar het proces wordt ingezet, dat de eigenaren worden aangemand, een termijn krijgen. Indien ze toch binnen die termijn niet voldoen, dan wordt de zaak overgedragen aan de Belastingdienst. Die gaat middels een aanzegging van een dwangbevel het verder proces tot de executie inzetten. Er is een meldpunt, directoraat Openbaar Groen, die is belast met de totale uitvoering hiervan. Het registreren van de klachten, het sturen van de aanmaningen. U ziet er op het scherm een flyer. Let wel dat dit de enigste contactpunten zijn waar er een registratie kan plaatsvinden van gevallen waar er een direct gevaar bestaat.
Alsjeblieft, gaat u niet op andere nummers of meldingen registreren. U gaat daar geen respons krijgen. Dit is het enige waar de registratie plaatsvindt. Het andere onderwerp, dat is de Public-Private Partnership, PPP, binnen de woningbouw. En ik zal hierbij als voorbeeld het woningbouwproject van Pan American Real Estate behandelen. De definitie van een PPP, eenvoudig gezegd, een samenwerking tussen de overheid en de particuliere sector om met wederzijds inbreng uitvoering te geven aan een beleidsmaatregel ter voordele van de doelgroep in deze de woning zoeken. En in het kader kan dan die samenwerking met Pan American Real Estate worden gezien. De overheid heeft hier zorg gedragen dat er relatief goedkope en kwalitatieve woningen ten verkoop beschikbaar zijn voor woningzoekenden, met name op Paramaribo Noord. Een perceel met woning is daar aangeboden voor een prijs van $36.000, terwijl een soortgelijk perceel met woning de prijs heeft van $58.000. Ik wil u een weergave geven, chronologisch, van de feiten die zich hebben afgespeeld bij het Pan American Real Estate project, kort gezegd Panam. Op 6 september 2019 is er een uitvoeringsovereenkomst getekend tussen Panam en het Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen, het FULI. Het FULI is een instrument van de overheid op basis van het staatsbesluit van 19 november 2013, nummer 189. Deze uitvoeringsovereenkomst heeft betrekking op 20 woningen, waarin ook is vervat dat bereids assistentie kan worden verleend aan Panam bij de aanvraag voor de aanleg van verharding, wegverharding en nutsvoorzieningen. Verder is tijdens de toenmalig betrokkenen bij het FWLI bevestigd dat er ook nadere afspraken zijn gemaakt om de aanleg van infrastructuur en nutsvoorzieningen voor rekening van de overheid te brengen. Daarover is er correspondentie ook aanwezig. Op 15 oktober 2019 geeft OW een verkavelingsvergunning af aan Panam voor de verdeling in 587 percelen. Waarin ook vermeld is dat de aanleg van wegverharding en nutsvoorzieningen door de staat Suriname gevraagd zal worden. Op 18 november 2019 biedt het FWLI de verkavelingsvergunning aan de minister van OW met de vraag om de wegverharding aan te leggen in het belang van het woningbouwprogramma. Op 15 december 2020 richt Panam een verzoek aan de president van de Republiek Suriname, waarin wordt aangegeven dat het FWLI de afspraken die gemaakt zijn ten eerste voor de assistentie van de wegverharding en nutsvoorzieningen niet is nagekomen en dat ter voorkoming van stagnatie van het project Panam al deze zaken zelf ter hand heeft genomen. Doordat de toegezegde assistentie niet is verkregen en nadere afspraken voor aanleg, infrastructuur en nutsvoorzieningen niet zijn nagekomen, zijn onnodig extra kosten gemaakt. Voorts houdt het verzoek in dat de wegverharding door de staat Suriname wordt uitgevoerd. De conclusie is dat dit belangrijk woningproject aan zijn lot was overgelaten. In 2021, de regering besluit om dit project zogenoemd te adopteren en gedane investeringen niet verloren te doen gaan. Het project is uitgebreid van 20 naar 561 sleutelklare woningen en is daarvoor een samenwerking in PPP-verband aangegaan. Op 4 september 2021 vindt de formele opening van het project plaats, waarbij de president van de Republiek Suriname aangeeft dat dit project binnen een PPP zal worden afgehandeld, om zodoende de doelgroep van woningzoekenden tegemoet te komen met relatief goedkope kwalitatieve woningen.
de besluitvorming hierover. Op 27 juli 2022 wordt in de regeringsvergadering het voorstel van openbare werken behandeld om een bedrag van 7.449.789,58 goed te keuren. Blijkt dat in dit voorstel er onjuist is uitgegaan van de raming van OW van de gemaakte kosten. En bovendien ontbreekt de samenwerkingsovereenkomst. Op 16 november 2022 wordt er een tweede voorstel ingediend door OW voor een bedrag van 7.500.000 US dollar. Dit bedrag is tot stand gekomen naar aanleiding van een korting gegeven door Panam. In dit voorstel zijn de totale kosten onduidelijk, het kostoverzicht is onduidelijk en de samenwerkingsovereenkomst ontbreekt. Vervolgens is op 1 februari 2023 wederom een voorstel door OW ingediend voor een bedrag van 7.927.151,21 US dollar, waarin een duidelijke onderbouwing is gegeven van alle kosten. De samenwerkingsovereenkomst is ook bijgevoegd en alle voorgaande missieven zijn ingetrokken. U kunt nu op het scherm het kostenplaatje zien. Voor het onderhouden van de zandwegen en de bermen over de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2021 is door Panam een rekening gepresenteerd van 2.742.665 US dollar. Verder is er ook een rekening voor 5.184.486,21 voor de kosten wegens uitgegraven lozingen, gelegde duikers, leveren en verwerken van zand en beeskoers en het asfalteren. Totaal 8,2 kilometer aan wegennet. Hierdoor komen de totale kosten zowel voor het onderhoud als de aanleg van de infrastructuur op totaal 7.927.151,21 US dollar. Er zijn ook kosten gemaakt voor elektravoorziening en watervoorziening. Dat bedrag kunt u op het scherm zien. Dus dat is los van die bijna afgerond 8 miljoen. Indien de overheid de totale kosten voor infrastructuur en noodsvoorziening op zich zou nemen, belopen de kosten op meer dan die 7.900.000 zoveel. Panam heeft het geheel woningbouwproject voorgefinancierd. Binnen de PPP heeft de overheid slechts de kosten voor de aanleg en onderhoud van de infrastructuur als bijdrage genomen, zijn het bedrag van 7.927.151,21 US dollar. En zijn de overige kosten voor nutsvoorziening die u op de vorige slide zag, voor rekening van Panam gebracht. Deze kostenverdeling is ook vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst die getekend is op 22 februari 2023. De eindconclusies. De overheid heeft met deze samenwerking invulling gegeven aan het beleidskader van aangaan van PPP's, met name voor woningbouw. Dergelijke PPP's zijn binnen de woningbouw nieuw en doen geleidelijk aan hun intrede binnen de overheidsadministratie. Met deze PPP is bereikt dat betaalbare woningen beschikbaar zijn gekomen voor de doelgroep. De overheid heeft bij het uitvoeren van dit beleid geen wettelijke regelingen overtreden. Er zijn ook geen documenten die valselijk zijn opgemaakt. En er is geen sprake van enige benadeling van de staat Suriname. Tot hier mijn bijdrage. Ik dank u voor de aandacht. Dank u wel, meester Mahangu, voor uw duidelijke presentatie. We vervolgen ons programma met een toespraak van de minister van Openbare Werken, Dr. Riyad Noor Mohammed.
presentatie, maar ik heb ook een kleine presentatie die rondom Kalk van woningbouw, veel dieper uiteraard. Ik had het in het parlement al gedaan, maar vele mensen samen hebben het verhaal niet gehoord. Ik ga herhalen dat ik geen weet wat het woningbouwprogramma inhoudt en hoe dat staan komt. Inderdaad is het vervelend dat we hier vervelende situatie meegemaakt sinds mijn aantreden. Veel mensen die beschuldigingen uiten, anderen die de expert proberen te spelen. Toch jullie herinneren dat ik van Quarantainbrug toch durf vannacht weer een ingenieur Lugers te schrijven. Dus meestal gaan we geen grappen maken om tot rechters te sturen. Laat u daar gaan verantwoorden. Waar onjuiste informatie wordt gedeeld, en dat schaadt het ministerie van OE, schaadt onze reputatie. Toch? We geven zoveel informatie, zijn ze, maar kennen gebeurt opzettelijk en dat moet afgestraft worden via de rechter. We hebben geen andere keuze vanaf nu. Gaan we hard optreden tegen de mensen die leugens verspreiden, misleiders zijn naar het ministerie van OE of naar de minister. Toch? Dat zijn geen volksvertegenwoordigers die het volk misleiden met informatie. En dan heb je ook andere groep journalisten die een keer zijn. Toch? Door journalisten proberen te spelen. Toch? Terwijl het ministerie open zit, alle dossiers kun je hier lezen. En als je niet kan lezen, moet je op school gaan. Weer een andere school, ook de leren lezen. Toch? Dat is het probleem dat we hebben in dit land. Dus daarom ben ik blij dat jullie er zijn om de correcte informatie te geven aan de samenleving. Je merkt ook de commentaren op social media van nepjournalisten, om het maar zo te noemen, of nepdeskundigen, eenzijdig. Zodra iemand eenzijdig bezig is, toch, zijn er twee dingen. Persoon is zijn ziel verkocht, toch, en wordt gebruikt. Toch? Dat zijn geen representatieve mensen om informatie te verspreiden in de samenleving. Toch gelijk ontmantelen, onmaskeren. Dus dat mensen moeten onmaskeren om te weten in wie ze, voor wie ze in dienst zijn, wat hun bedoeling is. Toch? En jullie moeten een handje meehelpen. Dus we hebben ook gemeend om dan jullie wat te vertellen over een andere rechtsstaat en wat rechters zeggen. Vandaag hebben we een rechtsstaat. Door de president hemzelf, regering Santokki, ingesteld is, hersteld is. Vandaag kunnen we naar de rechter gaan. 5 jaar terug niet, 10 jaar terug ook niet. U kon naar de rechter gaan, wie durfde naar de rechter te gaan? Er was geen rechtsstaat. Vandaag kunnen we wel naar de rechter gaan. Vandaag zie je hoe mensen dossiers brengen. Dat kan vandaag allemaal. Toch? Dankzij de regering Santokki, dat het kan. Dat is ook belangrijk, rechtsstaat moet in place zijn. Wat sommige projecten betreft, hebt u al wat informatie gehad. En ga u zeggen, het beleid van het ministerie blijft goed bestuur, blijft transparantie. Toch? En u hebt gezien, toen ik begon, en ik ga straks een korte inleiding geven. Toen we begonnen met het woningbouwprogramma, brug was voorbij. Nu is men bezig met Zalmata Doorsteekbrug. Dan heb je woningbouwprogramma, waar er geschiedenis was. Van de vorige regering, waarbij we nog weinig weten. Maar wij zijn er om problemen op te lossen. En we lossen ze op. Net is gepresenteerd een project, één fase, die failliet was. Die we hebben opgelost. De regering Santokki heeft Suriname ook gered uit die economische ellende. Dat is een oplossing. We redden die weg voor problemen. Zo hebben we alle ziekenhuizen. Alle bedrijven die op faillissement stonden, gered, opgelost. En woningbouwprogramma lossen gaan we ook oplossen. Hele failliete boeren, honderden miljoenen. Waar waren die mensen toen? Er is nog veel dat gaan ontwikkelen komende dagen. We gaan door met ons onderzoek, door naar het veld. Maar ik ga transparantie alles brengen. Dat heb ik beloofd met de staf. Alles gaan we onderzoeken wat we kunnen onderzoeken. En dan zie je wanneer we transparantie brengen. Dan beginnen de aanvallen te doen. Heel opmerkelijk. Dus dat is kort wat ik wilde delen. En dan wil ik jullie wat vertellen over het woningbouwprogramma. Anders ga je de context niet, misschien niet eenvoudig begrijpen. Toen we aantraden als regering, zeker ik als minister van OE, heb ik gelijk met mijn team gezegd: hoe staat met woningbouwverkaveling? Want dat is een van de taken van OE. En dat zag er heel slecht uit. En toen kwamen de informaties binnen. Er kwamen ook verkavelaars binnen, brieven werden geschreven, minister. Ik had een project, niet een project bij de vorige regering, maar
dit en dat is misgegaan. En toen was er, weet je wat, laat maar ronde gaan door op het veld. De regering heeft opdracht gegeven, minister gaat inventarisatie maken met het team. En we hebben het team van de vorige regering gebruikt om te helpen erbij. Dat was een van de beleidsbesluiten van de regering in Santokki. Het tweede was, laten we de bouwleningen gaan proberen te herstellen, 7% leden, dat is het vandaag. Was het 5 jaar terug of niet, 10 jaar terug ook niet. En als het er was, is het een heel grote schandaal geweest bij SPS MIPA. Niemand praat erover, toch? Men is vergeten, maar onthoudt u dat goed? Fraude schandaal SPS MIPA. Wel, nu is er een 7% lening en ik wil zien of er fraude is bij een van de banken. Toch? Mensen kunnen nu geld lenen, onafhankelijk bij de bank. Maar vraag ze of het toen mogelijk was. Onafhankelijk kunnen ze een lening nemen en hun huis gaan bouwen. Derde opdracht van de regering was, minister OW met uw team, minister GBB, gaat u kijken als er nog wettelijke regels nodig zijn, raamwerken en zo zijn we gekomen om PPP te introduceren. Maar PPP heb ik vanaf dag 1 hier geïntroduceerd voor de mensen die het niet weten. Toen ik kwam als minister had ik geen PPP, maar we hebben wel PPP geïntroduceerd. Een heel leuk voorbeeld was overname van pleinen onderhoud. Mensen die kanalen willen onderhouden hebben overgenomen van ons en zo kunnen doorgaan. PPP is een mooi woord, maar in feite is het gewoon een overeenkomst. Om het duidelijk te zijn. En derde laatste is middelen zoeken. De regering is voor haar woningbouwbeleid middelen gaan zoeken. En dan ga ik u straks wat van vertellen. En zo zijn we begonnen. Start zijn. Kijk, ik geef je even dit overzicht. Dit is de inventarisatie die we hadden gemaakt op het veld. Ik denk niet dat u bekend zal zijn met deze projecten. Dit waren verkavelingsprojecten die de vorige keer was gestart. Ik denk goed bedoeld. Wie zal tegen woningbouw zijn? Niemand. Maar dan moet je dat wel goed doen. Er waren verschillende projecten. De douane is een heel leuk project. Er waren ook PPP-projecten toen. Voor de mensen die dat niet weten, die denken dat ik het heb uitgevonden. Nee, er waren ook PPP-projecten bij de vorige. Een leuk SCRO-project, maar we gaan kijken daar. Van mijn goede vriend Hoogaard. Dan had je projecten als Jaguars, Jabiri, Helenlijst, Richelieu, Altona. En ga door naar andere 24. En de andere 5 die ik zo meteen presenteer, die zijn de projecten die we hebben opgepakt uit de lijst. Maar er is nog een 30. Rondom. Dus er zijn 60 van dit soort grote verkavelingsprojecten die liggen voor de samenleving. Waarbij genoeg percelen zijn, waarbij ik durf te zeggen dat van alle 60 alle gronden zijn uitgegeven. Ik denk dat bijna allemaal zijn uitgegeven, je ziet het dus ook uitgereden. De vraag is ook of jullie wel wisten dat die gronden uitgegeven waren. De vraag is, wisten jullie waar je moet registreren om je aanmerking over zo'n stuk grond? In elk geval was ik parlementariër, ik wist het niet. In het parlement gaf niemand informatie. En u mag zeggen wat u wil, maar deze regering heeft 100.000 keer in het parlement informatie gegeven van de zaal waar kan je registreren voor een stuk grond. Op social media. Dat is wel het verschil. Dus u moet begrijpen waarom mensen aanvallen. We gaan ontmantelen. We gaan door met ontmantelen. Niemand gaat deze minister stoppen en het ministerie. We gaan door met ontmantelen. En we komen de naam op reis geven. Dat is het eerste waar u rekening mee moet houden. Geen transparantie, maar de percelen zijn uitgegeven. Dit ga ik overslaan. Dit waren situaties waar de gronden liggen. Maar dit zijn foto's. Dat heb ik al getoond in het parlement. Ben zelf gaan kijken. In 2019 zijn bijna al deze verkavelingsprojecten gestopt. Zeker 2020. Ik ben in 2020 naar de verkiezingen gelijk gaan kijken. Met de minister van Sociale Zaken, GBB. Dus laten we zeggen, 2020 voor was het al gestopt. Overheden, denk ik, is zoveel projecten opgestart. Geen middelen. Maar wel overeenkomsten die we niet kennen. En geloof me, ik denk dat bijna al die ondernemers, die aannemers die toegestart zijn, tussen aanhalingstekens failliet zijn gegaan. Maar als ik die namenlijst vind, dan ga ik u weer uitnodigen voor de persconferentie. Dan gaat u beter begrijpen wat er gebeurd is. Allemaal failliet.
Kijk, toen hier huizen gebouwd in het bos. Nog, moeten we dit zo laten? Terwijl mensen huizen zoeken? Wel, ook dit gaan we oplossen. De volgende les mag ik nu inhouden om op te lossen. Wij zijn regering, minister, staf van OE, niet om te zitten op ons stoel om problemen op te lossen. We gaan niet wegrennen ervoor. We gaan echt niet wegrennen ervoor. Hier ook indrukken, dit zijn de woningen van de Chinezen. Overeenkomst getekend, de Chinees begint te bouwen en dit is het eindresultaat. Dit is Richelieu, mooie huizen gebouwd, in het bos verlaten, aannemer gestopt, weet ik veel waar verdwenen. Dit is ook een mooi voorbeeld, kapitaalvernietiging, verderingen. En zo kan ik van elk project foto's tonen. Alle 30 verwaarloosd. Miljoenen US dollars verwaarloosd. Miljoenen. Het zijn geen goedkope dingen voor kavelingsprojecten. Miljoenen. In elk geval geen transparantie. We hebben geen dossiers van de projecten. De meeste geen verkavelingsvergunningen. Dit zijn de belangrijkste zaken die het ministerie van OE moet hebben. De projecten liepen ook niet ver het ministerie van OE. Normaal is een verkavelingsvergunning, een overeenkomst. Die zijn er soms wel. En dan kan je overgaan tot verkaveling. Maar we hebben geen dossiers van de meeste van deze projecten. In elk geval hebben wij transparantie gebracht en hebben een nieuwe selectie gemaakt. De opdracht was om van de regering om in elk geval de meest voordelige keuzes te maken om mee te starten. We hebben toen middelen gezocht, want u dat had ik al gezegd. En de eerste tranche die we kregen van het ministerie van Financiën was 7 miljoen voor 2023. 25 miljoen in 2024 en we hebben ook de overheidsbegroting natuurlijk, dat moet ik bij vermelden. En zo zijn we begonnen. Permanent en Elisee was eerste. Ik denk dat die aanneming ook de eerste was die brief had gestuurd, durf ik te zeggen. En we hebben dus daar geïnvesteerd, dat bedrag was zeg maar 8 miljoen. En als je het uitrekent op perceel, dan kom je op 14.000 US dollar per perceel. Want hier zijn alle huizen al uitverkocht. In feite betekent het dat we de burger die een perceel met een huis daar heeft verkocht, hebben gesubsidieerd. De aannemer heeft voorgefinancierd. Dat betekent het. We hebben die burger gesubsidieerd. Evengoed kan we het geld geven aan elke burger. Geldt ook nog. We financieren de infrastructuur via aannemer. Tweede die we hebben opgestart, daar bent u geweest. Daar hadden we de Koningsrietberg, 600 kavels. Daar hebben we als regering beslist. Want mijn voorstel was bij de staf, laten we als regering binnen PPP wegen doen. Wegenverharding, elektra water. Tuurlijk mag je nog wat anders doen als regering, we zijn vrij. Je bent niet verplicht. Als er een project is waar er al wegen zijn, dan gaan we dat niet doen. Als er een project is waar alleen nog elektra moet komen, dan gaat het elektra zijn. Zo simpel is dat. Dat is PPP. Dat is de bevoegdheid van de regering die er zit. Je hoeft niet eens te zijn, maar de regering bepaalt haar beleid, haar woningbouwbeleid voor dat project. Zo werkt het. Dus bij Manica hebben we besloten wegen te doen, IBS, SWM en bouwring maken. Daar hebben we ongeveer geïnvesteerd, zeg maar 8 miljoen zoveel. Dus een subsidie. Voor een kavel is der, zeg maar 14.000 dollar. Die mensen op Rieberg, die hebben het gewoon gratis. Dus in feite zijn het alleen een huis kopen. Een huis, zeg maar 30.000 dollar. Daar heb je huis 30.000 dollar. Dat is hetzelfde als de familie. Ik ga je een praktisch voorbeeld geven wat dat betekent. Laat me mee een voorbeeld geven. Ik heb mijn perceel moeten kopen. Dat was hier het Amerika, 25.000 dollar. Dit was euro. En omdat de wegen gedaan moest worden, ik had water, ik moest mijn huis bouwen. Ook met een lening 7%. Zeg maar, mijn huis was van 50.000 dollar. Dus ik heb 75.000 dollar uit mijn zak moeten betalen. Was deze de regering toen? Dan had ik waarschijnlijk een subsidie kunnen krijgen, hoefde ik maar 50.000 dollar. Dan was die 50.000 gesubsidieerd. Dat is het woningbouwbeleid en de keuze van de PPP die deze regering heeft gekozen.
En dat zijn dus de getallen die u goed moet begrijpen. Maar laat me wat zeggen over Rebergen, 600 kavels. Ik weet niet of u ooit de gelegenheid hebt gehad om te registreren bij Rebergen. Waar zou ik registreren? U weet waar je moest registreren. Maar alle kavels zijn wel uitgegeven. Vlak voor de verkiezing. Dan weet u dat ook. Vlak voor de verkiezing. Alles is aan de kavels uitgegeven door de regering Bolters. In elk geval was ik parlementariër. Ik heb hem nooit een week gezien in het parlement. Nee. Waar waren die parlementariërs toen? Niemand heeft mij gevraagd. Minister, heb je ook grond nodig? Dan kan ik hard zeggen, want ik was in het parlement. Maar we komen ermee. Dat zei ik, kom met mijn onthullingen over dit soort dingen als ik die informatie kan vinden. Maar goed, ons interesseert op dit moment niet. We hebben gezegd, mensen moeten huizen kunnen bouwen en woning nodig zijn. En zo gaan we door. Waar ik heb een PIN project. Dat is een project van een paar jaren terug. 730 kavels. Daar hebben we besloten. Wegen te doen, EBS, SWM. Dit is een groot project. Dus de subsidie is bijna 20.000 per persie. Dus de mensen hoeven alleen hun huis te bouwen. $25.000 als je huis bouwt, die met lening mooi is. Waar ik heb gehoord, daar is ook een leuk geval. Dit is eigenlijk net als Noord-Kerja. Daar was de aannemer al begonnen met wegen. En zo gaan ze wat over praten. Failliet. Waar zijn die mensen? Waar is die regering die deze mensen een faillissement heeft overgelaten? Vandaag hebben ze een parlement grootste mond. Ik zal mijn mond liever dicht houden. Ik zal mijn mond liever dicht houden als ik parlementariër was van de vorige regering. Dit zit op je geweten. Dit zit op je geweten. Nou, deze meneer heeft ook een brief gestuurd. De regering kan je helpen, was dat goed. Er was hier een deel weg, Elektra. Wij financieren dat door. De subsidie is ongeveer $12,000 per perceel. En bijvoorbeeld hier is daar een grond van €20,000. Zoals ik wat ook heb gekocht, jij misschien ook heb gekocht. Is gedropt naar €7,000. Of €5,000. Dus toegankelijker, dat is de subsidie van de overheid. Dus mensen die geen $20,000 kunnen betalen, kunnen misschien hier gelijk gaan. Als er iemand is die een grond wil hebben met huis, dan heb je hier een goed grond. Krippi. We hebben ons daar zijn gegeven, daar is de subsidie $30,000 per perceel. Omdat er natuurlijk veel meer percelen zijn en ook heel slecht grond. Dit is een heel groot project. Ook hier zijn de gronden. Dit waren gronden van de landbouwers. Dus die hadden al grond. En wat vrij is, is aan de overheid uitgegeven. En dit was het eerste project. Dit was het project Morgenstand Clivia. Dit staat bekend als het zogenaamde Zaalkoekproject. Dat weet je wel. Hier, dit is een leuke. Hier waren de wegen er al. Elektra water. Maar geen verkavingsproject. Maar goed, laat dat. Dus, in feite, de mensen hebben het gewoon gratis. Infrastructuur is er al. Maar er is nooit betaald geworden. Dus de regering heeft gezegd, wij betalen de rekening van het grond. Dus we hebben het grond opgekocht, €12,000. En als je dat uitrekent, is een subsidie. Ik heb ook dat ik goed heb uitgerekend, €25,000 per grond. Je moet gewoon het bedrag delen op een aantal kavels. €12,000,000. Nou, in elk geval hebben de burgers bij deze regering zekerheid gehad. En is voorkomen dat de grond op de veiling belandt. Dat is hoofddoel. En we gaan die lijst die je hebt gezien daarboven, die hebben ook grotere problemen. Maar daar hebben mensen kansen zien om, hoe zeg je dat ding meneer Inder? Men neemt geld, men neemt hypotheek. Daar zijn de problemen ergens. Dus pak denk hypotheek en zijn we gerend. Dus daar zijn de problemen groot. Maar ik ga het oplossen. We gaan het op deze regering gaan oplossen. Maandag heb ik eerst een gesprek waarbij de eerste gronden overgedragen gaan worden aan wie? Vanuit de lijst waarbij juridische dingen zijn opgelost. Dan gaan we kijken wat voor schulden erop zitten. Als we de schulden moeten betalen, gaan we betalen als regering. Zodat de burgers die zekerheid weer hebben om te komen. Ik denk heren,
en dames van de media. Dat is het kort wat ik wil delen voor woningbouwbeleid. We zijn gestart met 5 projecten vanwege de middelen. Als we volgend jaar meer middelen krijgen, dan gaan we weer 5 selecteren in de lijst. Die eerste lijst die gaat gedoopt. Maar onthouden zijn 60 van deze projecten. Alles in één keer doen gaat niet lukken. Maar als we dit duurzaam beleid, als burgers, het beleid van de regering, staat toch in. Dan gaan we Noord-Mohammed in het geval OB, want we praten over bouwen, toch? We meer vertrouwen hebben, dan moet men kiezen voor dit beleid. Dit beleid zorgt voor garantie vertrouwen. Ik ga geen 20 verkavelingsdingen doen, maar dan houden de mensen voor de gek aan moet dingen doen. En als we dit voortzetten, dan ben ik 100% zeker dat in een ander 5 jaar we al die problemen hebben opgelost. Dat is waarmee ik wil afsluiten. En dan bedank ik jullie voor de aandacht. Ik geef het woord terug aan de Engelse gast. Analysten, nepjournalisten, dat zijn die mensen op social media fake dingen. Dat bedoel ik, dat zijn niet jullie. Ik hoop niet jullie het zijn. Maar dat zijn jullie, niet jullie. Ik heb het duidelijk gezegd. Dat zijn ook journalisten. Oh, sorry. Ja. En media en nee, sorry. Ik praat over de nepjournalisten. Dat zijn mensen die vrijwilligers zijn, die journalisten proberen te spelen. Toch, ik heb gezegd, jullie zijn de andere groep. En jullie moeten meehelpen om dat te corrigeren. Dus begrijp me niet verkeerd. Nee, maar bij deze ja. Willen we u dat wel attenderen om niet iedereen onder één kant te zetten. Nee, absoluut niet. Ik wil jullie wel wijzen op iets, dat ga ik wel zeggen. Verifieer de informatie eerst met het ministerie. Daar ga ik geen rekening meer mee houden. Vanaf nu is iedereen voor de rechter. Die boodschap wil ik wel geven. U geeft aan dat u bepaalde zaken wil oplossen. U zit er, laten we zeggen, nog een jaar, nog een paar maanden bij. Is dat genoeg tijd om hetgene dat u heeft uitgezet uit te voeren? Maar we weten met verkaveling om ook heel veel papierwerk moet kijken en ook het ministerie van GWW. We praten over kavels die zijn uitgegeven en er is eigenlijk geen gezicht bij. Heeft u gezeten met uw collega van GWW hierover? Om inderdaad kavels in te trekken en dat wel te geven aan mensen die dat nodig hebben. 3 vragen. Ja, dank u wel. Zijn er nog andere medium die een vraag willen stellen voor een opdracht? 2 vragen. We willen 3 per keer, per blok, als het kan. Okay. Goedemorgen, Ryan Laroos. Vrijwillig journalist en zit met Suriname Herald. Minister, in mijn case met bedrijf Dundas. Hoe staat het precies? Want we weten dat dit bedrijf eigenlijk tientallen jaren al mensen die verlicht voor de regering. En er wordt dus nu een nieuwe aanbieding aangetrokken die het zal kosten. Waar gaan we die route op als we al geen geld hebben? Want de regering blijft steeds weer aanhalen, we hebben geen geld. Met betrekking tot de bouw van het gebouw van DNA dat moet komen, wat zijn de volgende stappen nadat de werkzaamheden waren stopgezet? Er waren heel wat gesprekken gevoerd. UNESCO was ook in Suriname. Wat gaat er verder gebeuren? Minister heeft aangegeven de regering is gezegd met een DBB samenwerking met Pan American. En hoever heeft de informatie, of beschik je over de informatie van woningen die verkocht zijn uit deze samenwerking? Want u zegt het is goedkoper, maar hoe goedkoper is het voor de gemeenschap om toch zo'n woning te kunnen aanschaffen? Ja, dat is ook zo. Ja. U mag als pers dan gelijk 3 vragen stellen, waarop de minister of de
at u zorg gelijk erop kan ingaan. Oké, goedemorgen, Amanda Thales van Geels. Minister, u heeft aangegeven dus dat de regering de problematiek rond de bouwprojecten gaat oplossen. En de regering gaat de rekening betalen. Hoe gaat u dit betalen als minister van OV, zoals we bekend zijn, dat een chronisch tekort aan middelen zit, om dit soort zaken op te lossen? En minister Malou heeft dus een uitzending gegeven hoe eigenlijk de zaken zijn verlopen met individuele stukken en dat ze terug zijn gestuurd. Waarom is het vanaf het begin aan niet goed gegaan of goed ingediend? Want als je het elke keer zo terugkrijgt en terugstuurt, krijg je dus wel een verwarring en dan krijg je dan het idee van er gaat iets gebeuren of er is ruimte voor huis. Dus dat zijn even mijn vragen. Welke nieuws was dit? Welke pers? Goedendag. Dier Waterwijk, DTV Suriname Herald. Minister, over Pan-Amerika. En ik heb heel wat gemist omdat ik laat ben. Maar goed, ik zal dan geen vragen stellen over wat u gezegd hebt. Maar ik wil toch wel weten waarom de vicepresident bijvoorbeeld zegt dat hij tot 3 keer toe geweigerd heeft om dit goed te keuren, tenminste te behandelen. En het is naar de regeringsraad gegaan en daar is het dus naar verder behandeld. Wat was het probleem? Dat is 1. De zaak is nu bij het Openbaar Ministerie. Bent u er bewust van dat u in staat van beschuldiging gesteld kan worden en hoe reageert u daarop? En nog een vraag. Met al deze zaken en uw naam wordt genoemd, natuurlijk ook de president, zou u als minister, met de eer die u hebt, niet een pas op de plaats moeten maken? Dat zijn mijn vragen. Ja, dank u wel. Even, even beantwoorden. Wil jij... Ja, ja. Van de vraag over de prijs. Er is door mij aangegeven dat de regering heeft gezorgd voor betaalbare prijzen. De prijs van $36,000 gezet tegenover $58,000. Die wel een indicatie van wat betaalbaar is en wat niet. Ik bedoel, 36.000 voor een woning en een perceel. Op Paramaribo Noord is moeilijk te vinden. Dus de prijs is wel betaalbaar. Je zegt de prijs is wel betaalbaar, maar als we kijken naar de koersontwikkelingen en personen die werkelijk op zoek zijn naar een woning, dan is het niet betaalbaar. En u geeft aan een $58,000 naar $36,000. Dat maakt het niet betaalbaar voor de normale burgers. De regering praat over het oplossen van woningnood. 36.000 is niet toereikend, ook niet voor ambtenaren. Dus vandaar de vraag, wat bedoelt u precies met een goedkopere woning voor de gemeenschap? Ik zal dat goed. En de koersontwikkeling die is al jaren onstabiel. Dus vandaar de vraag, hoe gaan we dat is verkocht. Het is algemeen, algemeen. Er is aangegeven dat al de woningen al zijn verkocht. Als het niet betaalbaar was, zou het ook niet verkocht worden. Is er een analyse gemaakt die de woningen opgekocht heeft, hoe dat gebeurd is? Want de middenklasse, die kan dat niet meer betalen. Vandaar dus de vraag. Is er een analyse geweest op wie heeft de woningen kunnen opkopen? Het gaat over $36,000 dat we niet gewoon kunnen ophoesten om te betalen. Dus vandaar de vraag, bij wie? Is er een analyse gemaakt bij wie ze woningen heeft opkopen? Zodat we kunnen weten dat werkelijk de groep waarvoor het bestemd is, dat die in aanmerking zijn gekomen voor zo'n goedkope woning. Die informatie is bij de verkoper. Het ministerie beschikt niet over die gegevens. Er is nog een PVP-samenwerking. Ik kom straks op. Ik ga je op het laatste. Oké, dan gaan we bij die eerste mevrouw. Dat is die mevrouw die daar staat. Ik heb begrepen van Herald News, corrigeer me. Ja, sorry.
Ja, je hebt gelijk. De issue van gronduitgifte gaat heel traag. Maar erger nog, de verwerking van en om je beschikking te krijgen gaat enorm traag. Daar ben ik helemaal eens. Kijk, daarom hebben we, u hebt gezien de regering met een registratie van mensen die geen perceel hadden. Dat was 70.000. En u hebt ook gezien in de media dat de regering begonnen was om percelen uit te delen. Ik heb begrepen dat dichtbij de 30.000 percelen zijn verdeeld. Maar toen kwam het probleem. De mensen hebben geen toegang tot hun grond. Want het, meestal zijn het losse gronden die verdeeld worden. Ja toch? In buurten misschien is er geen weg. Dus helemaal eens. Laat me zo zeggen dat het een must en een verplichting is dat het ministerie van GBB dat hele grondbeleid moet gaan hervormen. Dat je eigenlijk binnen 2 weken, 4 weken een finale beschikking moet kunnen krijgen. We hebben te veel papierwerk, te veel juridische zaken waarmee we bezig zijn. Dus dat moet hervormd worden. Anders gaat het nooit opgelost worden. Daarom zijn wij overgegaan en eigenlijk is dat een gelukkige omstandigheid. Dat we die hele inventarisatie hebben gemaakt en zo kwamen we op die 60 verkavelingsprojecten. En dat is een gelukkige omstandigheid, want daar zijn gronden aan uitgegeven. Je kan in een blok 400, 100, 200, 300, 400 mensen direct blij maken dat ze een toegang zou hebben, dat ze EBS hebben en water en weet ik veel wat. Dus eigenlijk dat lijstje is heel goed. En daarom zijn we ook begonnen om uit die lijst projecten te selecteren, maar dat is efficiënter. Dan was er nog iemand van Herl, dat is volgens mij. Jij waarschijnlijk nog. Over bouw-DNA, bouwpolitie. Kijk, wat bouw-DNA betreft, vergaderzaal en een. Ik ga bouwbureaupolitie ook even meenemen. Is er wat anders? Laat het duidelijk zijn dat de regering gekomen is en ook beloofd had in het verkiezingsprogramma de rechtsstaat te herstellen. Niet alleen de economie, de rechtsstaat. De rechtsstaat heeft een hoog prijskaartje. U weet dat de beveiliging, voorzieningen van rechters voor 2020 niet eens aanwezig was. Alles was verwaarloosd. En de regering heeft dat opgepakt. Langzaam, step by step opgepakt. En zo behoort hoofdbureaupolitie, DNA, waar het volk met praten, behoort tot het herstel van de rechtsstaat. En de regering heeft hoge prioriteit daarvoor. Voor het DNA-gebouw, en ik zeg ook voor hoofdbureaupolitie, zijn de middelen gereserveerd en vrijgemaakt. En met betrekking tot stappen met DNA gevolgd even op, hoe zeg ik dat, het rapport van UNESCO, en dan gaan we een finale beslissing nemen voor de herstart. Met de hoofdbureaupolitie kan ik je zeggen dat de gunning elk moment kan plaatsvinden en dan gaan we met bouwwerkzaamheden starten. Die middelen zijn ook gereserveerd. Dit is in het kader van herstel van de herstart. Dan was er die mevrouw in achter jou in paars ook van nieuws, Key News. Bouwprojecten, het oplossen van die bouwprojecten. Ja, oh ja, waarvan de middelen komen. Oh ja, ik denk jouw vraag was, hoe gaan wij bouwprojecten financieren? Is een groot probleem. Het is een heel dure grap, daarom heb ik de cijfers gepresenteerd. Wij als regering, en zeker het ministerie van OW, houdt zich aan in de wettelijke kader en de beschikbare financiën. Er zijn 60 projecten, maar we kunnen maar 5 financieren. Zo simpel is het om concreet te zijn. Als ik volgend jaar uit de begroting of uit grens extra middelen krijg, dan zullen we nog 1, 2, 3 selecteren. Zo werkt het. Maar wat ik niet wil hebben, dat is wat eigenlijk uw vraag is. We gaan geen 20 opstarten om mensen blij te maken en 20, 25, 26 mensen stopt alles weer. In elk geval bij deze minister gaan we geen stemmen kopen. Dat is gebeurd 2020. Om stemmen te kopen heeft men dan opgestart miljoenen die we niet kunnen betalen vandaag. Miljoenen verbrast.
en die we niet kunnen betalen. Die volgen gaan wij in ieder geval niet maken. Wij hebben gekozen voor duurzaam beleid, wat kunnen we betalen. En ja, in ruil daarvoor vragen we de volgende mensen geduld. Er komt ook een jaar dat we de volgende projecten gaan kunnen helpen. DTV had het over, laat me de twee laatste vragen stellen. Ik heb net gezegd, dit ministerie gaat voor goed bestuur, transparantie, deze minister ook. En transparantie heeft een prijskaartje. Is een keuze die je maakt. De vorige regering had dat niet beloofd. Alsof het ook niet te doen. Deze regering heeft wel in haar verkiezingscampagne beloofd rechtsstaat, goed bestuur, transparantie. Dat waren de hoofddingen. Dus ik moet me ook eraan houden. En als ik me eraan hou, dan kan ik met opgeheven hoofd lopen. Dat verschil. Alles is hier beschikbaar voor iedereen, ook voor jou. Je mag alles wel bekijken. Dat is de opdracht die ik heb gegeven als minister. Vroeger mocht niemand hier komen. Vraag even aan mijn directeur of je nog hier in dit gebouw mag komen. Was verboden. Het was verboden. En ik heb opdracht gegeven dat alle dossiers digitaal gemaakt moeten worden. Dan kunnen we makkelijk uitwisselen. Dat is verschillend beleid. VP zegt drie keer, hier dan. Als mensen in de regering willen zitten, moeten ze verantwoordelijkheid nemen. Ik ren niet weg voor problemen. Ik ren niet weg voor problemen. De president rent ook niet weg voor problemen. We lossen problemen op. Dat je me soms wilt klagen, ik heb niet genoeg middelen. Ja, dat is waar. Is waar, maar ik ga niet vechten voor die middelen. Maar wij rennen niet weg voor problemen. We gaan het oplossen. Al moet ik 12 uur 's avonds komen voor een vergadering, ik ga komen. Is onze verantwoordelijkheid als minister, als regering. Iedereen zijn verantwoordelijkheid. Als ik een dag op een vergadering ben gekomen, heb ik pech. Besluit is gewoon, als ik niet eens ben, zal ik het volgende keer zeggen. En laat me nog wat ontmantelen. Tuurlijk, de jurist heeft gepresenteerd, was een fout gemaakt. Elke dag bij elke raadsvergadering worden dossiers ingetrokken. Benoeming personeel GCV wordt ingetrokken. Elke dag trekken we zeker 50% dossiers in, want ze zijn niet volledig. Dan wordt de minister wel beschuldigd, maar in feite heeft de staf voorbereid. Het kan gebeuren dat men soms iets vergeet, maar het besluit in de regering is als een dossier niet goed is, moet de minister terugnemen. Die kostkostie neem ik. Ik heb het drie keer genomen, maar ik sta er nog. Ik ga voor rechtvaardigheid, goed bestuur. Ik ben eens, alle dossiers moeten goed zijn, we hebben die afspraken gemaakt in de regering. Dus dat geldt voor alle projecten die de Raad van Ministers passeren, de RVM en ook de RRV. Dan wilde ik even reageren op een vraag. Even een kort antwoord, dan mag je het krijgen weer. Want die meneer had een vraag gesteld. Betaalbare woningen. Ik ben eens met je. Op dit moment heb je gezien, als je goed hebt gekeken naar die slide, dat zijn de subsidies zodanig, omdat de regering gewoon heeft beloofd, laten we grotendeels voor PPP doen, weginfrastructuur, elektra, water. Weet je, dat is een beetje complex en het ligt in handen van de overheid. Maar als je goed kijkt, dan komt iedereen die een huis wil bouwen op zulke gronden in de orde van $25,000 gemiddeld. Je hebt gelijk. Iemand die misschien nu met pensioen gaat, die kan geen huis bouwen. Daarvoor is het AHP-programma. Het AHP-programma, daar gaan wij 150 huizen bouwen en dat is speciaal voor die doelgroep. Dat is één. Tweede is, die mensen die grond hebben gehad, overal, niet alleen deze projecten waar we begonnen zijn, die hebben de vrijheid om zelf een huis te bouwen. Dus meneer journalist, laat ons uitgaan, je hebt dus de grond nu op dit moment. Wie ben ik om te komen zeggen dat je een huis van $50,000 moet bouwen? Je mag een huis van $4,000 bouwen en dan mag je een lening gaan nemen bij de bank. Ik heb een huis gezien van $4,000, enorm. Als je 10.000 kan permitteren, mag je 10.000 betalen. Die vrijheid is voor jullie. Maar wat ik je ook wil zeggen is, je hebt een groep die inderdaad niet kan betalen. Zij voor een gepensioneerde die krijgt een AOV, die gaat niet kunnen betalen. Daarvoor is het AHP-programma. Voor AHP verwijs ik naar meneer Romy. Daar krijgt zo iemand, stel je voor, oma wil een huisje bouwen, gratis geld om het huisje te bouwen, maar je moet wel je grond. Dus dat is om jouw vraag te laten. Maar dan zijn we er nog niet.
Want we hebben ook de grens van China voor 300 woningen. Ja, ik ben 100% zeker. Want wij gaan de verdeling maken dat een deel gaat naar mensen die het niet kunnen betalen. En op dit moment, we hebben gisteren besloten als regering, laten we gaan kijken als we 10, 20, 30 huizen kunnen bouwen in PPP met de banken voor een groep die het inderdaad niet kan betalen, die je gewoon inderdaad een huis moet geven. Zeg voor iemand thuis is brand voor, dan kan je gelijk in. Dus het woningbouwbeleid van midden tot laag hier vaker. Dan gaan we, dus dit is de eerste ronde, dan gaan we naar de tweede. Oké, we zijn nu overgaan naar de tweede ronde voor wat de vraag betreft. Ja. Minister, met uw antwoord heeft u meer vragen in mijn tenminste de komende. Omdat u zegt bijvoorbeeld, u redt niet voor uw verantwoordelijkheid, de president redt niet voor zijn verantwoordelijkheid. En u sprak in het kader van mijn vraag over de vicepresident. Zegt u mij met andere woorden dat hij wel redt voor zijn verantwoordelijkheid? En u heeft ons, of tenminste mij, niet overtuigd met het antwoord over de drie keren die de vicepresident geweigerd heeft om de zaak te behandelen. Wat was de reden daarvoor? Een duidelijke reden waarom hij dat niet gedaan. U bent niet ingegaan op de vraag over het feit dat u misschien, of wat naar alle waarschijnlijkheid als de OM een onderzoek gaat doen, dat men u mogelijkerwijs de makapotje in staat van beschuldiging. U heeft niet daarop antwoord gegeven. En over de eer, nu er zoveel op u is gekomen, denkt u niet van, nee, ik word hier aan mezelf? Zijn die vragen en u heeft hier antwoord daarop gegeven. Dank u wel. Jij wil een baan. Minister, u hebt vandaag twee woorden vaker gebruikt, transparantie en goede bestuur. En in dat kader, minister, zijn er fouten gemaakt bij de case van Pan American? Wat u daarover wat duidelijkheid kunt geven, dat is mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag, u hebt wat verkavingsprojecten gewezen en waar er sprake is van kapitaalvernietiging. Dat wil zeggen, minister, dat de controlemechanismen niet werken. Hoe is dat nu onder uw beleid en ja, hoe zullen deze dingen dan nu aangepakt worden? De volgende. Yes, goedemorgen, minister Esma. Mijn vraag aan minister. Uw naam en ik ben in plaats van. Jumel Abdul Suman PV. Mijn vraag aan de minister ten aanzien van de woningbouwproject. Het woningbouwproject, de Benjamin American Westies. Minister, zijn er wat geld overgemaakt voor de ondernemer? En heeft u misschien een inzage, kunnen we misschien zien wanneer en aan wie precies? Dat kan je even. Ik heb wel een dat wordt niet overgemaakt. Ja? Dat is overgemaakt. Oh ja. Fijne vriendsbewaardigheid. Om dan toch wel in te gaan op in het verlengde van wat collega Ryan zei. Voor de lage inkomensgroepen. Concreet, de 7% hypotheek dat heb ik zelf geïnvloed. Voor die 1,6 miljoen is de aflossing ongeveer 18.000 SRB per maand. Kunt u uitleggen hoe dat bestemd is voor lage inkomensgroepen? Wie kan wel 18.000 per maand missen? Als je rekening mee houdt dat de bank 1/3 van het netto inkomen gebruikt aan aflossen. In dat kader denk ik dat het dan ook belangrijk is dat de data beschikbaar is van welke mensen in aanmerking zijn gekomen voor de huis van Pan American. Want het is meer dan 1,6 miljoen toch? Dus hoe hebben ze dat dan kunnen doen? Dus ik denk dat het voor het beleid denk ik toch wel goed zou zijn. Minister, u had dus ook over 7% gesproken. Ben u van op de hoogte dat niet alle banken dat aanbieden? Dat weet ik ook misschien. Ben ook zelf langs geweest om te informeren. Sommige banken die zeggen gewoon dat ze dat niet hebben daarvoor. U heeft ook gesproken over het Sabaku-project. En u zei, we gaan kijken welke schulden erop zitten. Nou was er dus een onderzoek gaande ook. Kunnen we weten hoe ver het daarmee staat?
wat is er geconstateerd, waarom kunnen mensen nog niet gebouwd worden. En ook over de subsidie had ik gesproken van een AHP bijvoorbeeld. En ik heb de heer Robbie zelf horen zeggen dat er een subsidie van $9,000 wordt gegeven. Ik ben persoonlijk gaan informeren bij die stichtingen die dat doen. En zij geven aan dat het niet klopt. Dat de informatie die wordt gegeven, het is niet correct. Mensen krijgen een subsidie van maximaal $6,000. Dat is wat de stichtingen aan mij hebben doorgegeven. En dan uitsluitend voor financieringen die via de SPSW lopen. Dus niet als iemand bij een andere bank een 7% of wat voor lening wil aanvragen, dan komen ze dus niet de aanmerking voor subsidie. Het is dus best wel onduidelijk wie wel of niet in aanmerking komt voor subsidie. Dus kan dat misschien uitgelegd worden? Dank u. Oh, Ivo. Laten we deze beantwoorden. Gaat u over naar de beantwoording? Ivo. Ten aanzien van de vraag over transparantie en goed bestuur bij de kosten voor het Panam-project. Daar kan ik dus aangeven. Ik heb in de presentatie de reden aangegeven waarom er onduidelijkheid was omtrent de raadsvoorstellen. Het ging meer om het kostenoverzicht, los van dat de samenwerkingsovereenkomst ontbrak. En u zult ook gezien hebben, ik heb aangegeven, dat uiteindelijk alleen de kosten voor onderhoud en wegaanleg zijn betaald. Nutsvoorzieningen niet. Dus daarin lag dan de overweging waarom de laadsvoorstellen steeds weer herzien moest worden. Ten aanzien van de betalingen, daar kan worden aangegeven dat het bedrag reeds is betaald. Ook die van Sabaku is volledig betaald. Oké, DTV, vraag over de VNB, etcetera. Ik zal voor dat je de VNB vraagt en nog meer vraagt. Niet alleen je hoeft, vraag nog meer, stel nog meer vragen over de RFV, zeg. Staat van beschuldiging, ik heb het vaker gezegd. En, als ik een fouten ga, heb ik 3 jaar verkeerd. Dan heb ik 3 jaar alles verkeerd gedaan. Dus dat zouden we 3 jaar alle aanbestedingen, alles moeten terugdraaien. Dus ook die aanbesteding van de emmer, die vuilnisemmers die ik heb gekocht, ook die personen die ik in dienst heb genomen, maar allemaal hebben dezelfde procedure. En hier zit de directeur, sommige dossiers komen terug. Ik heb zo net gezegd, eenzijdigheid is een boodschap voor. Eenzijdigheid verwacht ik niet. Ik verwacht rechtvaardigheid. Dus als ik naar Santo Boma moet, dan moet wel alles teruggedraaid worden van de hele regering. Want we hebben alles op dezelfde manier gedaan. En ik in elk geval ben niet zo gek om dat te doen. De vraag die je moet stellen, maar daar zijn we al voorbij. Verkiezingen heeft het volk duidelijk uitspraak uit. Deze dingen waren dat toen niet. Deze dingen waren er toch niet. Maar die mensen, en ik moet voorzichtige woorden gebruiken, ik zal een ander woord gebruiken, anders ga je denken dat ik jullie bedoel. De mensen die proberen informatie te delen, die komen nu met de grote mond. Die komen nu met de grote mond. Die spelen nu advocaat, journalist, dit, dat. Toch? Tussen aanhalingstekens, om het duidelijk te stellen, ik dat je jullie het zijn. Toch? Ik zou ook die mensen hier willen hebben. Laat ze helpen, zoeken. Laat ze vragen voor mij beantwoorden. Toch? Meneer Genis van ETBM. Kapitaalvernietiging. Ja. Er zijn 2 dingen die je kunt doen. 1 is, als je vindt dat er kapitaalvernietiging is, dan kan je naar de rechter gaan om gelijk te krijgen. Ik geef een voorbeeld.
Even een voorbeeld hoor. De Viermaansweg, sorry, laat me even de Boterse Highway, had men gezegd. De samenleving voor het parlement. Er is fraude, kapitaalvernietiging, bla bla. Ik heb mijn werk gedaan. Ik heb die aanvraag gestuurd naar de rechterlijke macht, naar het klant. Onderzoeken jullie voor of er inderdaad sprake is. Daarvoor heb ik geboet. We wachten het antwoord af. Als het zo is dat er kapitaalvernietiging was of tjoekers zijn betaald, dan zou dat onderzoek het uitwezen. Ik herinner jullie dat bij de boven de Wenen-Bosbrug het vonnis in Nederland geveld is. Waarbij inderdaad toen, en dan citeer ik naar de pers, Palas Nedam, inderdaad door de rechter schuldig bevonden is dat de steekpennen betaald zijn. En de rechterlijke uitspraak, ze hebben het onderzoek gedaan. Dit zijn heel complexe dingen. Dus dat is één strategie. Een tweede is, je probeert via bemiddelingen een oplossing te vinden. In de case van Sabaku hebben we dat gedaan, bemiddeling. Dat kan je vaak goedkoper uitvoeren. Je hoeft niet eens te zijn met hem. Jullie hebben geen vraag gesteld erover. Misschien is 1 miljoen in mijn zak gegaan. Jullie stellen geen vraag. Toch? Misschien hebben andere mensen 1 miljoen gehad. Minder zak. Jullie zijn niet meer gesteld vragen hier. Dus je hoeft niet eens te zijn, maar bemiddeling is het tweede optie. Wij gaan voor bemiddeling. Bij alle projecten die zullen komen, gaan we voor bemiddeling. En als het niet lukt, rechtszaak. Kijk, hoofdbureaupolitie heeft mij ook beschuldigd. Toch? Quarantainrivierbrug heeft mij ook beschuldigd. Die brug kost 600 miljoen. En weet je wat in de media staat? 300 miljoen is met de minister Bloem met zak gegaan. Toch? En 300 miljoen gaat hij die brug bouwen. Dat zeg maar. Het zijn vervelende dingen. In elk geval deze regering heeft gekozen voor de procedures. Wij gebruiken taxatierapporten. We gebruiken onze eigen rapportage van het ministerie van OW om te komen tot schikkingen. En wat is billig en redelijk? En als je niet eens bent, dan mag je dat dossier nemen naar de rechter gaan. Dan zal de rechter bepalen of we billig eerlijk zijn. Bij hoofdbureaupolitie was niemand eens met me. Maar de rechter heeft gezegd, nou, billijkheid is gehandeld. Toch? Dan hebben we de vraag van, ik heb die vraag van die persoon daarna even gemist, ze mag straks komen. Dan ga ik even naar de ware tijd. Het zijn belangrijke vragen. Eigenlijk heb ik het al ingeleid. Laat me beginnen met de laagste groep. Er is een groep inderdaad die nu met die 7% niet in aanmerking kan komen. Daar ben ik eens. Op dit moment, dit is nieuws van gisteren, zijn de banken bezig met meneer Romy te onderhandelen om ook naar de lage inkomens te kijken. Ik vind, ze hebben daar recht op. Dat is rechtvaardigheid, vind ik. Ook zij moeten kunnen lenen. En men is bezig te kijken om het bedrag te verhogen. Dan kunnen ook andere mensen een huis bouwen. En bij AHP is er inderdaad iets. Kijk, het bedrag van 9.000 euro is maximum. Gratis. En 6.000 mag je lenen. Dus in totaal kan je $50.000 krijgen. AHP geld is niet voor, voor de hoge klasse. Is juist alleen voor de lage inkomensgroep. Maar het bedrag dat je mag lenen, bepaalt jij niet. Het systeem bepaalt voor je tot waar je mag lenen. Dus bij de ene gaat het maar $2.000 zijn, bij de ander $6.000, bij de ander $7.000, maar maximum tot $9.000. Dus AHP is bedoeld voor juist deze groep mensen in de Veenland. Ik moet je ook zeggen, AHP is al vol. De aanvragen zijn maximum, zijn al boven. Dus in feite, tussen aanhalingstekens, niemand kan meer indienen. Dus we gaan kijken naar de tweede fase. En dus de banken, je hebt gelijk, niet alle banken waren ready. Maar men is nu overleg om alle banken zoveel als mogelijk mee te krijgen. Precies de banken die ik heb opgenoemd, is men bezig zover te krijgen. Sabaku, ik weet zelf niet wat de staat of uitspraak van de rechter is, maar in elk geval geven wij bouwvergunningen weer uit, omdat het besluit van de president na 6 maanden vervallen is. En omdat dat vervallen is, hebben wij gezegd, nou, dan geven we de bouwvergunning weer uit. Toch? Dus mensen kunnen hun bouwvergunning wel voor mij al 2 uitgegeven. Ik heb een vraag gemist van iemand ertussen. Wie was dat?
anders kan je zo meteen. Oh ja, van jou. Ja, als je het even kan herhalen. Ja, yes, minister. De vraag ging over de overmaak en de betrekking tot de bedragen. Oh, ja, dat heeft hij beantwoord. Maar minister, voor deze duidelijkheid, misschien kunt u aangeven als het gepubliceerd kan worden of zo, dat de mens kunt zien, de mens kunt zien als het werkelijk is overgaan. Ja, kijk, wat namen betreft, is altijd een gevoelig ding. Bij gronden, gronduitgifte, mensen die percelen hebben. Ik heb er geen moeite mee hoor. Kijk waar ik woon, gewoon in een privéproject. Van mij mogen alle namen van iedereen die grond daar heeft. Maar ik ken het eerste beleid niet daarover. Dus wie dat mag of niet mag, is het beschermd, niet beschermd. Bij verkavelaars mag dat niet. Ik wil dat even met de juristen checken. Dan gaan we met de individuele verkavelaars checken of ze dat prijs willen geven. Ja, we moeten dat eerst afstellen. Minister, we komen dan terug op de vraag met betrekking tot dataonderzoek. Een collega DTW heeft daarnet ook weer de vraag gesteld. Wordt er wel onderzoek gedaan naar de personen die wonen hebben bij Benjamin? Want hoe draait het hier? Hoe maak je beleid als je dus geen data beschikt over zaken betreffende goedkopere woningen? Twee, met betrekking tot het Sabaku-project, er zijn nog maar twee staande woningen die twee jaar zo terug gekaapt werden door personen. Hoe staat het met die leegstaande woningen? Zijn ze al verkocht? Wat gaat er precies daarmee gebeuren? Terwijl personen nog zoeken naar een woning. Minister, u gaat dus aan dat naam zelfs door het schrijf wordt gehaald. Zult u in de rechtszaak aanspannen tegen personen die dat doen? En als we verder kijken naar het beleid met betrekking tot woningnood. U heeft een traject uitgesimpeld de afgelopen jaren. Bent u tevreden over wat er tot dusver is gedaan? Of zegt u dat het veel beter zou moeten? Minister, u stuurt mij naar de vicepresident en de vraag stellen waarom tot drie keer toe hij geweigerd heeft om die zaken te doen. Ik neem aan dat u die aanbesteding en al die zaken gedaan hebt en als het behandeld moet worden, neem ik aan dat als hij zegt van ik doe het niet, hij natuurlijk een reden zal geven waarom. En kom op, u bent de minister van de Wee, u zult bekend zijn met die reden. U stuurt mij naar de vicepresident. Maar u weet ook waarom niet. Waarom heeft hij geweigerd om de drie keer toe bijna 8 miljoen die zaak te behandelen. En het is naar de raad, de regeringsraad gegaan en daar is het wel behandeld. Wat is gaan gebeuren en waarom heeft hij altijd geweigerd? Heb je veel vragen of? Oh ja, doe gelijk. De Nederlanders van Schaanwijs. Minister, van die vijf programma's die zijn uitgekozen, is voor wat daar niet veel. Er is daar heel weinig informatie over. Is er een plek waar je terecht kan? Want het enige wat we weten is dat het perceel 7000 euro kost en dat je zelf kan bouwen. Maar waar moet je zeggen? Er is geen informatie dat je willen. Ja. Oké, bedankt. Laat me even deze vraag op mij nemen. Dan kan ik u dus verder ingaan. De eerste journalist, dataonderzoek, was al gesteld over het overzicht. Ja. Dit onderzoek woningnood is al gedaan door het landelijk woningbouwprogramma. We hebben het vorige rapport gebruikt als basis om dit rapport aan te vullen. Dus dat is gedaan voor de vele inkomensgroepen. Je moet ook weten dat uit die registratie van die 70.000, daar moest men ook heel veel informatie invullen. En die heeft een mooi beeld gegeven landelijk en
qua mensen, qua loon en mogelijkheden. Dus dat is het, is beschikbaar. Kan je bij het landelijk woordenprogramma krijgen. Sabaku. Moet maar zeggen, van een school, maar op dat project gaan wij meenemen. Binnenkort ga ik de ronde doen, dan gaan we naar alle projecten. Jullie zijn ook allemaal uitgenodigd. We gaan alle projecten bezoeken die high priority zijn, waar gebouwen staan. De rest waar geen, waar bos staan, gaan we laten. Eerst waar gebouwen staan, gaan we kijken en dan gaan we beginnen om dat op te lossen. Dus dat. Rechtszaken, ja. Er is een besluit genomen vanaf januari. Als er zwaarwichtige beschuldigingen zijn naar het ministerie van OE, dan zwaarwichtig. Ik bedoel, iedereen kan natuurlijk een grapje maken of je kan iets zeggen. Wat ligt is geen issue. Zwaarwichtige, serieus gemeente. Laat maar dat goed zeggen. Die gaat naar de rechter. Ik herinner me bijvoorbeeld, er was een gewezen parlementariër die elke week zit te brabbelen. Uiteindelijk naar de rechter gestuurd. Hij moest de verontschuldigingen aanbieden. Omdat je het nooit meer durft te doen. Zeker niet naar deze mensen. BTV, hier heb ik. Meneer BTV. Om te voorkomen is een vraag. Waarom zeg ik dat je de VP moet vragen? Straks zeg ik iets anders. Misschien moet hij naar het toilet. Misschien had hij spoed oproep. Vraag hem. En hij gaat de waarheid vertellen. Straks zeg ik iets verkeerds. Vraag hem de reden, dan laat je me weten. Als ik niet eens mijn zaak naar de rechter ga. Maar ik kijk wel de reden. Nee, ik weet het zelf ook niet meer. Oh. Ja. Ik ben wel weten of dat de reden is. Daarom zeg ik je vraag hem. Dan zal ik toetsen. Als ik niet eens ben en het schaadt mijn image, dan heb ik al gezegd wat beleid is. En laat ons weten. Via app. TBR. Boodschap voor de dingen, no? Kijk, we leven in een rechtsstaat. Iedereen mag naar de rechter gaan. Dankzij de regering Santokki Brussel. Onthoud dat goed. Vandaag gaat men naar de rechter. Voor alles en nog wat. Vroeger kon het niet. Maar ik heb genoeg cases waar ik al ga. Ik heb zo net al gezegd, wanneer iemand eenzijdig is, dan is het doek gevallen. Onthoud dat goed. Ik heb het in het parlement altijd gezegd. Ik zal nooit over één ding praten. Ik zal rechtvaardigheid eisen bij meer dan dat. Toch? Anders ben ik een misleider. Ik ben een misleider van het volk, van de samenleving. Toch? En Star News. Je hebt gelijk, er is een beetje weinig informatie bekend. Het LWB heeft 2 websites waarop alle informatie staat. Maar ook mensen die wat meer willen weten over een van de projecten waar ze huizen kunnen vinden of per se verwijzen we naar het landelijk woningbouwprogramma. En daar helpen ze je ook om te kijken op maat, met lening, met AHP, in PPP, wat de beste oplossing voor je is. Ze hebben heel veel mensen geholpen. Ik had gisteren nog een presentatie gehad. Ongeveer bijna 2500 mensen hebben ze geprobeerd een gepaste oplossing te zoeken. Dus ik heb die link van de website, ik kan het later delen met jullie in de appgroep. En van onze kant, ik denk vanuit de ministeries, we hebben zo'n informatiesessie voor onze ambtenaren bijvoorbeeld gehouden. Dus ik zou een oproep doen aan andere ministeries dat ook doen van de ambtenaren. Daar hebben we 60.000 mensen gecoverd. En het LWB-programma heb ik gevraagd flyers te maken. Ook bijvoorbeeld onder de markt er ook mensen zijn die deze informatie niet horen, zodat iedereen geholpen kan worden. Ik kijk naar de cijfers en als 30.000 mensen geholpen zijn, dat is wat de regering zijn met grond. De rest er nog een 30.000. Als al deze verkaal worden opgepakt duurzaam, toch met verstandig beleid, dan heb ik uitgerekend, kunnen we in 5 jaren, want de middelen zullen doornemen, eigenlijk is dat die woning nog bijna opgelost. Maar eentje dat je serieus moet aanpakken is de lage categorie. Want daar moet je de huizen wel bouwen. En we gaan proberen ons daarop te richten. Toch? Alsjeblieft. Laat. Ja, ik mag graag zeggen. Goedemorgen, mevrouw Koenboen, OE Politiek. Minister, mijn vraag is, wat is er misgegaan in die case, in het project van Amerika, dat er zoveel wordt geschreeuwd?
En ten tweede, is de overeenkomst beschikbaar gesteld voor het parlement? Ja, jij beantwoordt. Beide vragen. Zal die overeenkomst? Ja, en de eerste ook. De overeenkomst is aangeboden aan het parlement tijdens de begrotingsbehandelingen. En wat er mis was, ik zie iets mis aan het project. Ja, laat me dat even uitleggen, de ding van overeenkomst. Dus, ik heb het niet echt kunnen vormen, maar er is veel discussie daarover. Daarom moet je altijd vragen aan het ministerie wat de procedure is. Voor elk project, of ik nou 1 kilo spijkers wil kopen, of 2 vuilnisemmers, of een boklijn, of een woning moet bouwen, of een monument moet renoveren, of als ik die brug van de quarantaine ga bouwen, geldt dezelfde procedure. Eens. Het ministerie maakt een voorstel op. Dat heet een raadsvoorstel. Dat raadsvoorstel mag wat meer. Dat gaat naar de regering. De intentie wordt bekendgemaakt door een minister van ik wil dit doen. De regering keurt goed, als je alle documenten hebt. Dan krijg je een missieve. En die missieve komt naar het ministerie. En dat geldt voor de hele overheid. En die missieve geeft ons dan toestemming om verder te gaan handelen. Daarna wordt, na de missieve wordt overeenkomst getekend. Dus u begrijpt wel dat in de RVM of de RRV heb ik geen overeenkomst. Want dan gaan we praten met de gunnings, de persoon die de gunning gaat. En dan wordt de overeenkomst getekend. En dan heb je een andere overeenkomst, dat is de financiële overeenkomst, die er ook bij komt. Dus dit zijn de wettelijke zaken die nodig zijn voor een project. Deze 4 documenten. Dus als ik bijvoorbeeld een missieve was vergeten, had ik een fout gemaakt. Dan moet je het corrigeren. Moet je zorgen dat je een missieve hebt. Missieves komen ook met fouten. Dus dan wordt het teruggestuurd, dan krijg je een corrigeerde missieve. Dat zijn 25% op elke vergadering heeft een fout. Dossiers worden teruggeroepen. Het zou goed zijn als jullie een keer, maar ik ben geen voorzitter hoor, bij de RVM komen en bij de RRV komen, dan zien jullie hoe het toegaat. Ik hoop dat jullie toestemming krijgen. Maar van mij krijgen jullie de ondersteuning. Dan zien we hoe het toegaat. En wie allemaal aanwezig is, is belangrijk voor de democratie en goed bestuur. Dus dit is de procedure die standaard heb. Stel je voor dat ik de overeenkomst niet had, dan zou ik gevraagd worden om het te maken. En dat is gebeurd, hij is gemaakt en dat zijn de basisregels. Daarbuiten heb je niets nodig. Allemaal verhalen, bla bla bla. Die heb ik niet nodig voor de rechter. Dus laten we de uitspraak afwachten. De rechter heeft alles. Dus dat zeg ik, als ik iets verkeerd zou hebben gedaan, dan moet ik alles terugdraaien. Van die 3 jaren en van de hele regering. Ja. Want door de klokkenluider wordt gebeurd, dus dat bepaalde overeenkomsten achteraf pas zijn getekend nadat het project was afgerond. Dus hier heb je een probleem gedaan. Kijk, dat zijn voor het woningbouwbeleid heb ik gepresenteerd. Toch? Kijk, mijn klok draait, maar sommige mensen slapen. Toch? Dit zijn projecten die al uitgevoerd zijn geworden. Toch? Die deze regering heeft gezegd binnen haar beleid, wij gaan oplossen. Wie is daar tegen? Zou het mooi zijn als iemand daar tegen was? Deze regering gaat oplossen. En we lossen op. Wat we niet doen, is in het bos laten staan, miljoenen vernietiging en zwijgen. Dat is wat deze regering niet doet. Wij lossen op. En dit is de oplossing. Dat gaan we allemaal doen. Voor allemaal gaan we het doen. Dus voor de duidelijk heb je gezegd dus dat het project van Bennen en Paradies nog steeds aangaande was. Ja, ja, ja. Dat heeft meneer Dingen afgehaald. En achteraf zijn dus de stukken werkelijk in orde gemaakt om zaken. Nee, het heeft lang geduurd. Hij heeft het eigenlijk chronologisch aangegeven. Ja. Dus je moet die chronologie volgen. Kijk, bij Rehberg, laat me een voorbeeldje van Rehberg. Of wil je even wat zeggen, want het is niet duidelijk. Al deze projecten waren al gestart door de vorige regering. Rehberg, ben ik ook gaan kijken, was ook al gestart. Er waren ook een kwart wegen, duikers waren ook al gelegd.
bij sommigen waren huis gebouwd, met of zonder raam. Wat moet je doen? Zo laten staan? Of gaan we het afronden? En inderdaad, gaat je duurder kosten, want je moet nu opruimen plus herstellen. Gaat je een beetje duurder kosten. Dus daarom die filosofie moet goed, daarom heb ik het opzettelijk uitgelegd, dat je begrijpt wat er gaat doen. En dan ga ik afsluiten. Kijk, dit is wat we bedoelen met goed bestuur. Ik ga geen rommel laten 26 mei voor die volgende minister. Ik ga geen leningen nemen één dag voor de verkiezing om stemmen te, om rommel te laten worden. Dit is wat we goed bestuur, duurzaamheid. Hoe beter de noodhoek is, want dat is wat je vraagt, kunnen we niet alle verkaveren gelijk doen? Nee, het gaat niet kunnen. We zijn gewoon aan de wet. Ik zie een parlementariër, die daarna door de begroting. Goed, en de middelen, ik mag niet daar buiten gaan. Want die vraag was ook gesteld, ben ik tevreden? Kan het sneller? Ik had gehoopt dat het sneller kon, maar de bureaucratie, de documenten vragen zoveel tijd. Dus je moet geduld hebben daarvoor. Het kan een beetje sneller, dat ben ik eens. En inderdaad, als we in dit regeertermijn 10 konden oplossen met de middelen, misschien lukt dat nog volgend jaar, dan hebben we 5.000 mensen, misschien 20.000 mensen geholpen. En weet je waar de woningnood was? 30.000. Uit onderzoek. 30.000. Dus deze regering, ik heb het ook gezegd, de regering, is in staat om die woningnood, die zoveel jaren bestond, in een korte tijd op te lossen. Maar natuurlijk ga ik wel opwekken met dat vraagstuk waar dat de waarheid zelf van die laag in blijft. Daarvoor moeten we geld vrijmaken om voor huizen te bouwen. Even van aan. Alsjeblieft. Beste aanwezigen, we zijn nu aan het komen voor wat de persconferentie betreft. Mag ik u vriendelijk bedanken voor uw aanwezigheid en vele dag verder. We vertrekken nu richting president. Ik neem die aan 4 maanden mee. Ja. Ik houd u nog.